ABO-parlementariër Edward Belfort zegt dat er meer verhogingen op komst zijn. Los van de verhogingen van de brandstof- en stroomtarieven mag de samenleving volgens hem meer verwachten. Belfort waarschuwt dat deze verhogingen tot grote protestacties kunnen leiden. Veel burgers en organisaties denken volgens hem al aan protesteren. Dit zegt hij op basis van een bericht dat vandaag via social media is gedeeld, waarbij alle werkenden worden opgeroepen zich te bundelen tegen de heersende armoede. Nee, ik ben zo ben de regering al had voorgehouden al sinds het vorig jaar van. Ik ga het zien, als je zo doorgaat, de mensen zullen dit niet meer aankunnen. Dan gaat zich bundelen en de strijders trekken, want niemand wil in armoede leven, want daar zijn het mensen gestemd. En kennelijk heeft men gedacht van, ja, Belfort, hij praat gewoon iets, hij zegt gewoon iets. Maar dat blijkt niet de waarheid te zijn geworden. Als we kijken naar alle verhogingen van brandstof vanaf vorig jaar tot nu, dan is brandstof met meer dan 100% verhoogd. Dan gaan we in de winkels kijken, prijzen zijn, ik kijk ook naar indexen van het ABS, bureau. Dan zien we dat de prijzen vergeleken met vorig jaar met meer dan 100% zijn gestegen. Basale dingen, levensmiddelen bijvoorbeeld. Kijk, melk is onlangs weer groot. Het wordt 15 SMB. Brandstof is naar 15 SMB per liter gegaan. Spaceolie is minimaal 50 SMB per liter. En zo kunnen we doorgaan. Van waar moeten de arbeiders, of moeten de arbeiders, dat geld, dat meer, dat betaald moet worden voor al deze goederen, halen? Want hun loon en salaris zijn niet verhoogd. Dat was Belfort. Hij geeft aan dat dergelijke oproepen vanuit de samenleving niet onderschat moeten worden door de regering. Hij zegt dat door al de verhogingen het normaal leven is kapotgeslagen. Er is geen middenklasse meer. Er is gewoon rijk en arm en die rijke lui, die zijn die regeringslieden. En die armoedige klasse, dat is de totale samenleving niet. De middenstand is gewoon weggeslagen. En dit is niet meer uit te houden. Het knelt aan alle kanten. Het beleid van de regering rammelt aan alle kanten ook. De samenleving is gewoon moe geworden van alle verhogingen. Dat was ABOP-volksvertegenwoordiger Edward Belfort.